Door de strategische ligging aan de Waal is Nijmegen rond 1400 een belangrijk handelscentrum. En daarmee wordt de stad ook een belangrijke bron voor kunst in het Europa van de late middeleeuwen. De kunstenaarsfamilie Maalwaal van Limburg woont halverwege de Burgtstraat, een A-locatie in de stad. Aan de ene kant ligt de Sint-Stevenskerk, een belangrijke opdrachtgever voor religieuze kunst. En aan de andere kant staat de Valkhofburcht, het kasteel waar de hertog van Gelre een groot deel van het jaar doorbrengt. Het Valkhof was de grootste burcht van de Gelderse hertogen, ook de oudste. Hij gaat zelfs terug tot Karel de Grote die hier verbleven heeft. Dat voegde ook status toe aan deze burcht en daarom vond men hem ook zeer aantrekkelijk om te bezitten. En hier verbleef de vorst heel regelmatig vanwege de status van de burcht, vanwege de stad en vanwege het feit dat hij hier kon beschikken over allerlei kwaliteiten van ambachtslieden die hij in andere plaatsen, want hij had een stuk of 20 kastelen tot zijn beschikking, burchten, in andere plaatsen niet over kon beschikken. De familie Maalwaal van Limburg waren misschien wel lange tijd de belangrijkste hofleverancier van het hof hier van de hertog van Gelre. Ze waren niet in zijn dienst, waren zelfstandig, ze hadden een zelfstandig atelier. Maar we komen ze tientallen keren in de hertogelijke bronnen tegen, waar ze dan opdracht krijgen om banieren te beschilderen, schilden te beschilderen, ruimtes te beschilderen, dekken van paarden te beschilderen. Kunst moest de macht en de positie onderstrepen van de vorst. In zekere zin hebben we het dan over een propagandafunctie van kunst. Hè? Dat wat de Maalwaals ook maakten, wapenschilden, banieren, stond ook helemaal in dit teken.